Hey, leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer een mooie giga groene kinderboekweek tip voor jullie. En deze keer is dat het prentenboek Walvis aan Wal van Nick Bland. Walvis aan Wal, de titel zegt het al, het gaat over walvissen die uit de zeeën en oceanen komen om aan wal te gaan wonen. Maar ja, wat betekent dat voor de mensen die daar al wonen? En hoe reageren ze erop? Vinden ze het leuk? Vinden ze het niet leuk? En wat is eigenlijk de reden dat die walvissen aan wal komen? Dat is natuurlijk de grote vraag van dit boek. Dat moet je zelf gaan lezen. Maar het is een boek wat je heel mooi kunt gebruiken om thuis of in de klas over te praten. En je kunt het mooi linken aan actuele thematieken. Bijvoorbeeld de milieuthematiek, maar ook de vluchtelingenthematiek. Dit boek is de ideale inspiratiebron en mogelijkheid om daar op een luchtige manier over in gesprek te gaan. Ga dat vooral doen. Doei! Ik heb weer een leuke gigagroene voorleestip voor jullie. Voor kleuters, de moestuin van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn. Gemaakt door Elle van Lieshout, Erik van Os en Marije Tolman. Het verhaal gaat over Heer Hermelijn. Die heeft een moestuin en samen met Kereltje Konijn gaat hij daar zaadjes in de grond stoppen. Want dat doe je in een moestuin volgens mij. En dan geef je ze water met een gietertje. En dan moet je heel lang wachten. En wachten. En wachten. En dan op een dag groeit daar iets uit. Uit de grond. En als je dit boek aan het voorlezen bent, is het misschien wel heel leuk om met je kindje te kijken wat zij denken dat er uit de grond komt. Laat ze maar eens raden. Het verhaal gaat nog verder en verder, want het duurt nog wel een tijdje voordat er nog meer uit de grond komt. Ze wachten tot de lente. Een heel leuk voorleesverhaal voor deze kinderboekenweek. Ga ervan genieten. Doei doei!